Ja, Freek, dat was eigenlijk heel lang billenknijpen, of niet? Ja, dat klopt. Alleen als het moet met billen knijpen, dan met billen knijpen. Ja, wat voor wedstrijd was het? Want we begonnen eigenlijk voortvarend. We begonnen eigenlijk precies hetzelfde zoals tegen AZ. Met vol publiek erachter, vol druk bij hun op de verdediging. Kijken hoe zij daarmee omgingen. En waar we tegen AZ 2 keer wisten te prikken, was dat vandaag 1 keer. Gelukkig bleek dat wel genoeg. Daarna kwam Vitesse wel beter in het spel, vond ik. Een aantal dreigende momenten. Volgens mij hebben ze nog een schot met Basour op de paal. Maar ook niet hele grote kansen. De tweede helft probeerde te starten zoals de eerste helft. Ja, dat viel niet helemaal goed uit. Ja, en op het einde dan moet je de verdedigende stellingen betreden. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. In hoeverre was het ook een conditionele, zware wedstrijd? Nou, ik zag er al een aantal omvallen na 60 minuten. Dus dat is wel een puntje om even in de gaten te houden. Ja, dat heeft ook een beetje met de spirit, met spanning misschien van de wedstrijd te maken. Een andere wedstrijdspanning op je spieren. Daarbij komt dat je heel veel vraagt van de spelers voorop in de arbeid die ze moeten leveren. En dat maakt het voor ons achterin makkelijker. Ja, en een vol stadion, dat werkt ook om 12:15. Absoluut, nee, zeker weten. En ook het ontvangst hier met de bus voor de wedstrijd. Ja, vind ik echt een heel mooi statement van de supporters. Dus daar wil ik ze echt hartelijk voor bedanken. Dat is denk ik wat je in deze situatie moet doen. En dat initiatief is volledig uit hen zelf gekomen. En ja, dan zie je wat dat teweeg brengt vandaag. En dan kom je bij elkaar toch in de kleedkamer. Wordt er dan iets gezegd door de trainer? Ja, we moesten even op Paul wachten en die nam zijn tijd bij ESPN op het veld. Groot gelijk. Ja, daarin wordt gezegd, geniet van het moment. Ook weer niet te lang. Meestal is het, ik hou meestal 24 uur geniet aan. Want ja, we zijn er nog niet, absoluut niet, verre van. Alleen het is wel een stap in de goede richting.